Goedendag, welkom bij de webinar Informatiebeveiliging en Privacy in het Onderwijs. Ik ben Job Vos, adviseur informatiebeveiliging of adviseur privacy bij Kennisnet. Ik ben hier samen met mijn collega. En mijn naam is Axel Eysens, ik ben adviseur informatiebeveiliging bij Kennisnet. En vandaag gaan we u in de webinar meenemen, eerst in een stukje over privacy. En vervolgens gaan we uitleggen hoe u dat met informatiebeveiliging goed kunt regelen. Tijdens deze webinar kunt u vragen stellen, deze komen binnen bij ons op de tablet. En we proberen in deze webinar ook de meeste vragen te beantwoorden. Mocht u na afloop nog steeds vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via ibb@kennisnet.nl. En dan wil ik graag Job laten starten. Dankjewel, Axel. En ik zou zeggen, laten we vooral rustig beginnen. En ik zou eigenlijk willen beginnen met een sprookje. U kent allemaal wel het sprookje van Roodkapje, maar de tijden veranderen. En het sprookje is eigenlijk wel toe aan wat verandering. Roodkapje die zit op de bank thuis en ze hoort van achter de bank haar moeder roepen: Roodkapje, is het niet een leuk idee om eens bij oma koekjes te gaan brengen? En zoals het met de meeste pubers gaat, Roodkapje kijkt dus heel verstoord op van de iPad. Ze is bezig, ze is lekker aan het Minecraften. En op dat moment zegt haar moeder: het is echt heel leuk. Weet je, ga je koekjes halen, mag je zelf koekjes uitzoeken en dan ga je naar oma toe. Nou, en dus Roodkapje denkt: koekjes, wat voor koekjes moet ik nou weer hebben? U snapt het al. Ze googelt even vlug op koekjes en daar komt inderdaad een hele mooie suggestie naar voren. Roodkapje gaat op weg, gaat de koekjes halen en als ze terug is, zit de moeder klaar aan tafel. En wat heeft ze daar nou bij zich? Daar ligt iets van papier op tafel. Een kaart, een plattegrond. Kijk, Roodkapje, zo moet je. En voordat ze de zin heeft uitgesproken, heeft Roodkapje al uit de achterzak de telefoon tevoorschijn getoverd. En daar wordt alweer met Google Maps heel snel de route uitgestippeld. De route naar oma. Oma, die woont in het bos, in een staakerven, want het zijn barre tijden in deze crisis. En als oma, die ziet Roodkapje al van verre aankomen, maar als Roodkapje op 200-300 meter afstand is, dan dacht Roodkapje dat ze oma zag staan. Maar waar is oma nu gebleven? Ze dacht dat ze er net zag. Nou, dat klopt ook. Oma die had haar geofencing aanstaan en die kreeg het signaal dat Roodkapje in aantocht was. En ja, wat moeten oma's in sprookjes doen? Nou ja, oma's die moeten netjes in bed liggen. Dus oma is vlug in bed gekropen en Roodkapje komt binnen. En ze pakt de koekjes tevoorschijn en ze gaan gezellig lekker samen de koekjes opeten. En ze leefden nog lang en gelukkig. En nu zie ik gelijk al de vragen komen. We missen iets, namelijk de wolf. Ja, de wolf, u kent wel dat beest met die grote vacht. Maar die zat erin. Misschien heeft u niet opgelet, want de wolf zat wel degelijk in dit sprookje. Want Facebook die hield bij dat Roodkapje bij oma op bezoek ging. En dat niet alleen. Apple hield bij hoe lang Roodkapje er bleef. Samsung die hoorde precies wat oma en Roodkapje met elkaar aan het bespreken waren. En Google wist eigenlijk al lang dat Roodkapje van plan was om op bezoek te gaan. Zo ziet u maar, het sprookje zoals we die kennen, het sprookje met inderdaad de wolf is niet meer de wolf. Bedreigingen veranderen. En dat geldt ook voor ICT in het onderwijs. Dat is ook anders dan wat we gewend waren. Als we kijken naar privacy, privacy is ook in de loop van de tijden veranderd. Terwijl als we kijken naar wetgeving, er eigenlijk niet zo heel veel anders is. We hebben in 1989 de wet persoonsregistraties gekregen. In 2001 kregen we te maken met de wet bescherming persoonsgegevens, de wet die vandaag de dag nog steeds geldt. En volgend jaar krijgen we te maken met de algemene verordening gegevensbescherming, ook wel AVG genoemd. En als u inderdaad goed ziet, dan ziet u dat er dus de afgelopen 17 jaar niet zo heel veel veranderd is. En toch staat privacy tegenwoordig veel meer centraal en komt veel meer naar voren in het onderwijs dan ooit tevoren. Hoe komt dat nu eigenlijk? Ook als ik kijk hoe we in het onderwijs bezig geweest zijn met privacy, dan zie ik dat we in 2013 al bezig waren met privacy. In het programma van eisen voor leermiddelen is al opgenomen dat de school de regie hoort te houden over de gegevens van leerlingen. En in 2014 was er redelijk veel discussie en was het ook op een gegeven moment RTL Nieuws, die het 19:30 opende, dat scholen de privacy van leerlingen te grabbel zouden gooien. De privacy werd geschonden. Scholen deelden allerlei gegevens van leerlingen met allerlei commerciële bedrijven. Nou ja, en het werd op zo'n manier gebracht dat je afvroeg van of het een goed idee was dat leerlinggegevens bij commerciële bedrijven terecht zouden komen. Maar als we nu bedenken dat Parnassus, Magister, ACES, Somtoday gewoon commerciële bedrijven zijn, dan is er eigenlijk niks mis mee. Want wat ging er nu mis? Het bleek dat alle scholen inderdaad wel gegevens uitwisselden, maar dat er niet altijd de juiste afspraken waren gemaakt. Wat mag zo'n bedrijf, zo'n commercieel bedrijf, met die informatie, met al die leerlinggegevens?
En in die tijd zag je dan ook dat er in de Tweede Kamer een discussie ontstond over de privacy van de leerlingen. Voornamelijk in het primair onderwijs, ook in het voortgezet onderwijs. En dat betekende dat de staatssecretaris met een aantal sectororganisaties, de PO-raad, VO-raad en de brancheorganisaties, aan de slag is gegaan om afspraken te maken in een privacyconvenant. En in 2015 zagen we het eerste privacyconvenant tot stand komen. Het convenant ging over digitaal leermateriaal. En een jaar later zijn alle administratiesystemen toegevoegd aan het convenant. In 2016, convenant 2.0, hebben we het over digitaal leermateriaal. En hebben we het over leerlingadministratiesystemen en leerlingvolgsystemen. En in hetzelfde jaar hebben we ook de aanpak IBP gelanceerd. Een aanpak die scholen helpt om privacy goed te regelen. En diezelfde aanpak zal mijn collega uitleggen straks hoe die precies werkt. En we zijn op dit moment bezig om het convenant ook aan te passen aan die AVG. We zijn bezig te zorgen dat het convenant en ook de modelbewerkersovereenkomst die daarbij hoort, wordt aangepast aan de Europese privacyverordening die er volgend jaar gaat komen. Maar wat we ook proberen te regelen, wat we ook aan het doen zijn om scholen te helpen, het schoolbestuur blijft aan zet om te zorgen dat informatiebeveiliging en privacy, IBP, geregeld zijn. En als we het hebben over privacy, dan zul je de term privacy in de wetgeving niet tegenkomen. Privacy is in Nederland vertaald als eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. En bedenk eigenlijk goed dat het dan gaat om alles wat er achter je voordeur plaatsvindt. Je privéleven, je gezinsleven, ook alle e-mail, alles wat je per post nog verstuurt. Dat heeft te maken met privacy en dan heb je recht op eerbiediging van die persoonlijke levenssfeer. En onder de invloed van de komst van internet zie je dat dat gezinsleven ook steeds meer op internet gaat komen. En wat zie je dan? Dat privacy ook bescherming van persoonsgegevens gaat betekenen. Want je ziet dat privacy dus ook op internet belangrijk wordt. De overheid legt steeds meer gegevens van ons vast. En ook in allerlei andere systemen zie je dat er steeds meer informatie beschikbaar komt over jou, die iets over jou zegt. En dat moet ook beschermd worden. En dat betekent dat je eigenlijk een mooie definitie zou kunnen geven van privacy als het recht om met rust gelaten te worden, maar ook het recht om gegevens over jezelf te kunnen controleren. En dan zien we gelijk al het verband met informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging is het proces voor het beschermen tegen risico's en bedreigingen met betrekking tot informatie en ICT. Wil je privacy goed regelen, dan heb je nodig dat die informatie ook goed beschermd is. Wil ik gegevens over mezelf kunnen controleren, dan moeten die gegevens niet gelijk overal op internet gedeeld worden. Informatie moet dus beschermd worden en daar is informatiebeveiliging voor. Dat betekent dat privacy zonder informatiebeveiliging lastig is. Maar ook andersom, je kunt je informatiebeveiliging nog zo goed op orde hebben, maar als je allerlei gegevens aan het verzamelen bent die je niet hoort te hebben, dan doe je het ook fout. Vandaar dat we in het onderwijs hebben gezegd, laten we alsjeblieft die twee processen samenvoegen tot één geheel, informatiebeveiliging en privacy. Dat scheelt voor onderwijsinstellingen, ze hoeven niet allerlei twee processen te gaan regelen en je voorkomt ook dubbelingen. Want waarom privacy nu zo belangrijk is, privacy is een mensenrecht, het is een grondrecht. Het is iets wat iedereen heeft, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. En het wil dus ook zeggen dat het letterlijk in hetzelfde rijtje staat als het recht op leven, het verbod op slavernij, het recht op een eerlijk proces of het verbod op discriminatie. En ik verbaas me dan altijd, als ik bijvoorbeeld kijk, dan is er iemand die ooit een keer zei, privacy is dead. Al die mafkees die delen maar informatie, die maken maar accounts aan. De man die dit zei was Mark Zuckerberg. En op de een of andere manier merken we in deze samenleving dat er een discussie kan ontstaan over privacy, dat het ter discussie gesteld kan worden, dat het recht op eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer ter discussie wordt gesteld of dat het beschermen van persoonsgegevens kennelijk toch discussie mag opleveren. Terwijl als ik me voorstel in het Binnenhof in Den Haag, daar zie je niet snel iemand op een sinaasappelkistje staan om een warm pleidooi te houden dat het verbod op slavernij moet worden afgeschaft of dat het recht op een eerlijk proces maar onzin is. We moeten toch weer terug naar het uitgangspunt, het belangrijke uitgangspunt dat privacy een grondrecht is en een mensenrecht is. Iets wat uitgangspunt is en als de overheid iets met die gegevens wil doen, dan zullen ze met wetgeving moeten komen. Dus ook voor een bestuurder is het uitgangspunt, privacy staat in de wet, dus het moet. Ik moet me daaraan houden. En straks in 2018 krijgen we te maken met die AVG. En dat betekent dat op dat moment privacy dus ook in Europa op dezelfde manier geregeld is. Daar kan geen discussie over zijn. Zo sprak ik ooit een keer een bestuurder. Die zei, ja, ik moet dus privacy regelen. Privacy is een mensenrecht.
En dat betekent dat als ik privacy niet goed regel, dat ik dus mensenrechten aan het schenden ben. Het klinkt misschien wat ver doorgetrokken, maar het is wel zo. En die bestuurder voegde daaraan toe. Dus op het moment dat ik privacy niet goed regel, heb ik straks Amnesty International op de stoep staan. Nou, ik denk dat het zo'n vaart niet zal lopen. Maar het is wel iets waar we rekening mee moeten houden. Privacy is een mensenrecht. Accountants zullen er ook bij u naar gaan vragen. We zien dat uit Amerika erg de term cybersecurity komt overvliegen. En accountants vragen steeds meer hoe je beveiliging geregeld is. En waarom? Maar als u bedenkt dat uw administratie het aantal leerlingen bevat en dat op basis van het aantal leerlingen de financiering van uw school is geregeld, dan betekent het dus dat informatiebeveiliging belangrijk is om te zorgen dat dus de informatie die je in je systemen hebt, op die manier dus moet kloppen. Want je financiering is ervan afhankelijk. Een schoolbestuurder moet kunnen aantonen hoeveel leerlingen die heeft. En een accountant zal zeggen, op het moment dat je administratie niet klopt, dat je leerlingenaantallen dus niet kloppen, dan kan ik dus ook geen goede verklaring afleggen. Privacy heeft ook te maken met imagoschade, met datalekken. We hebben voor de zomervakantie nog gezien dat een groot aantal scholen te maken had met een datalek, of dat de school gehackt was, door soms zelfs door leerlingen. En kunt u zich eens voorstellen wat het doet als uw school op de voorkant van het AD, Volkskrant, Telegraaf of Parool staat? Dat zal de nieuwe aanmeldingen misschien ook geen goed doen. Laat staan de discussies die u heeft met de OR of de MR en met ouders. Het heeft ook te maken met boetes. Het is tot op heden niet voorgekomen dat de autoriteit persoonsgegevens, de privacytoezichthouder, de privacypolitie in Nederland, een boete heeft opgelegd. Maar het kan wel. Als u er een potje van maakt, dan kan de toezichthouder een aardig hoge boete opleggen. De boete is nu nog €820.000, maar vanaf 25 mei 2018 kan die boete oplopen tot 20 miljoen. Een ontzettend hoog bedrag, maar het is wel te begrijpen als we weer bedenken dat we het hebben over mensenrechten, over grondrechten. En dat de stimulans om het goed te willen regelen absoluut aanwezig moet zijn. En het is een mooi lijstje. Het is vooral ook een juridisch lijstje. Maar het allerbelangrijkste punt om privacy goed te regelen is het vertrouwen. Privacy is gebaseerd op vertrouwen. En u weet, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. U moet het vertrouwen hebben van ouders dat u verstandig en veilig omgaat met de gegevens van de kinderen. Als u kinderen heeft, dan herinnert u zich misschien nog wel de eerste schooldag. U bracht uw zoon of dochter naar de klas en uw zoon of dochter zat gezellig in de blokkenhoek te spelen. En op dat moment stond u door het raam te kijken en pinkte u misschien toch wel dat ene traantje weg. Want u heeft op dat moment toch het vertrouwen dat de school goed met uw kind omgaat. Dat uw kind goed wordt begeleid, iets meekrijgt, iets geleerd wordt, respectvol omgaan met elkaar. Maar ook dat als uw zoon of dochter op het schoolplein speelt en op zijn snuffert gaat, dat de juf of meester uw zoon of dochter zal troosten. Dat er een pleister geplakt wordt of dat u misschien gebeld wordt als uw kind ziek is. En datzelfde vertrouwen is nodig als het gaat om het omgaan met gegevens. Want al de gegevens die die school verzamelt, die zeggen iets over uw zoon of dochter. En alle systemen van de school zitten dus vol met informatie. Al die systemen die bevatten informatie. En sterker nog, als u digitaal leermateriaal gebruikt, dan wordt het allemaal samengebracht in je leerlingadministratiesystemen of leerlingvolgsystemen. En wat ik nog wel eens uitleg is, stelt u zich eens voor dat u bij uw huisarts zit. U heeft een gesprek met de huisarts en de huisarts zegt, wacht even, ik moet even naar de assistenten toe. De huisarts staat op, loopt weg en u kijkt dus om u heen. En u kijkt dus naar de monitor van de huisarts. En wat gebeurt er op het moment dat u die monitor ziet? U ziet daar een geel briefje hangen. Ja, en misschien voelt u hem al aankomen, op het briefje staat iets, namelijk het wachtwoord. Wat doet het met u als u ziet dat uw medisch dossier te zien is door middel van het intypen van een wachtwoord wat op de monitor van de huisarts geplakt is? Maar niet alleen uw eigen dossier, u kunt dus ook het dossier zien van uw buurvrouw of zelfs van uw collega. Ja, en misschien zegt u, dat is normaal, maar ik maak steeds vaker mee dat als ik vraag, wie vindt het niet erg? Wie vindt het geen probleem dat zijn medische gegevens op straat liggen? Dan hoor ik eigenlijk niks. Mensen vinden het wel vervelend. En al deze systemen op school bevatten dezelfde informatie. Die informatie van die school is net zo waardevol als het systeem van uw huisarts. En als ik dan op een school ben om daar een presentatie te geven of inderdaad uitgenodigd ben voor een gesprek, dan maak ik nog steeds mee dat ik zie dat wachtwoorden op briefjes geschreven zijn. Dat de mappen op het bureau een hele lijst met wachtwoorden bevatten. Of in de docentenkamer waar ik ontvangen word, maak ik nog steeds mee dat op het prikbord inderdaad een lijst met wachtwoorden hangt. Vreemd toch? Want op de een of andere manier vinden we het vervelend dat onze dossiers en onze gegevens op straat zouden liggen.
En dat betekent dat we het net zo vervelend moeten vinden als dat al die informatie in al die systemen toch ergens op internet komt te liggen. Dus u moet ook veilig met de gegevens van uw eigen school omgaan. Maar begrijp me goed, ik zeg ook niet dat die systemen slecht zijn, want met informatie kunnen we een hele hoop. We kunnen heel veel met informatie, we kunnen leerlingen nog beter begeleiden. We kunnen nog meer uit een leerling halen, om het zo te zeggen. Nog meer op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo onderwijs geven, met behulp van ICT. Dat betekent dat we goed moeten afvragen hoe we ICT goed inzetten, maar ook veilig omgaan met die gegevens. En privacy gaat niet eens over alleen die administratiesystemen, het gaat ook over het gebruik van computers op school. Ik moet denken, toen mijn dochter voor het eerst naar de brugklas ging, mocht ik geheel vrijwillig voor haar een iPad kopen. U weet hoe dat gaat, een goede ouder. Maar op het moment dat zij de school binnenloopt met haar iPad, of eigenlijk mijn iPad, dan neemt de school de controle over die iPad over. Dan kan de school zien welke appjes er geïnstalleerd zijn. Dan kan de school zien welke appjes ze op dat moment geopend heeft. Die school zou zelfs kunnen zien welke foto's ze op haar, mijn iPad heeft staan. Dat betekent dat die school goed duidelijk moet maken wat ze met de gegevens doen. Op welke manier ze omgaan met de controle over zijn iPad, want het is mijn iPad. Mijn dochter kreeg pas in de derde week uitleg over de schoolregels, over hoe ze omgaan met die iPad. De schoolregels gingen mee naar huis, ook de internetregels. En was het niet veel makkelijker geweest om bij de informatieavond voor nieuwe ouders gelijk uit te leggen hoe de school omgaat met die iPad en met de controle erop? Dat heeft met transparantie te maken. Dat gaat ook over privacy, maar dat niet alleen. Het gaat ook over het bijhouden wat leerlingen op zo'n netwerk doen. Ik sprak ooit een keer een bestuurder en die zei, wij houden precies bij welke internetsites de leerlingen bezoeken. We kunnen precies nagaan wat leerlingen allemaal doen. Maar je moet je ook afvragen hoe ver je daarin wil gaan. Zo'n database waarin precies wordt bijgehouden wat leerlingen allemaal op het internet doen met hun iPad. Is dat niet een database waar de Amerikaanse geheime dienst misschien wel jaloers op zou zijn? Het gaat natuurlijk wel om het vinden van de juiste balans. Want op het moment dat kinderen tijdens een wiskundeles alleen maar YouTube-filmpjes aan het kijken zijn, dan kan dat ook weer niet de bedoeling zijn. Dus dat er maatregelen nodig zijn, dat je bepaalde zaken moet regelen, is duidelijk. Maar zoek erin een balans en zorg dat je het duidelijk communiceert. En datzelfde geldt voor foto's. Het is een veelbesproken onderwerp in het onderwijs. Maar als u foto's wil gebruiken van leerlingen, dan heeft u altijd de toestemming nodig van de ouders. En dat wil zeggen, toestemming is een hokje, ja, ik wil dat mijn foto's gebruikt worden voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Voor de sociale media, voor op de website. En dat regelt u vooraf. En ouders die geen toestemming geven of die nee zeggen, daarvan gebruikt u de foto's van de leerlingen niet. En dat betekent dus dat u dus ook niet een zinnetje mag opnemen in uw schoolgids. We gaan ervan uit dat u het goed vindt dat we foto's gebruiken. Want dat is geen toestemming vragen. Toestemming vragen is echt dat hokje, ja, ik geef toestemming. En die toestemming, daar hoeft niet altijd een handtekening onder te staan. Het is wel prettig. Als u een papier heeft met een handtekening van de ouder, dan kunt u het altijd aantonen. Maar het kan bijvoorbeeld ook via digitale middelen. Via een digitale weg. Denk bijvoorbeeld aan een ouderportaal waarin u toestemming kunt regelen. Of via bijvoorbeeld zo'n leerlingadministratiesysteem waarin een vinkje gezet kan worden. U moet kunnen aantonen dat de ouder toestemming heeft gegeven. En als die toestemming er niet is, dan mag u de foto's dus niet gebruiken. En mocht u dan toch denken dat die groep 8 folder die u heeft gemaakt een hele leuke foto op de voorkant kan gebruiken van die ene leerling, dan is het altijd verstandig om voor die ene foto toch even contact op te nemen met de ouders. Want verwachten ouders dat de foto van hun zoon of dochter op de voorkant van die groep 8 folder staat? Heeft u dat van tevoren medegedeeld? Regel het. En ik snap dat het, als ik zeg regel het, dat er een wereld achter schuil kan gaan. Want moet je voor iedere foto toestemming geven? Nee, dat is niet nodig. Maar moeten we het jaarlijks doen of mag het eenmalig bij de inschrijving? Het is altijd een goed idee om het jaarlijks te doen, maar daar gaat wel een hele administratie achter schuil. Een praktische werkwijze is dat u de toestemming regelt bij de inschrijving van de leerling. En dat u ieder jaar, op het moment dat leerlingen dat het schooljaar weer begint, vertelt u weer, beste ouder, ook dit jaar maken we weer graag gebruik van video's en foto's van uw zoon of dochter. U heeft ooit een keer toestemming gegeven of niet. En die toestemming geldt ook dit jaar, tenzij u de toestemming intrekt of als u nooit toestemming heeft gegeven, mag u natuurlijk altijd opnieuw toestemming geven. Dus u heeft ooit een keer toestemming gegeven en u herinnert de ouders er ieder jaar aan dat die toestemming opnieuw gegeven of ingetrokken kan worden. Dat is misschien een praktische werkwijze en het doet wel hecht aan dat mensenhecht, aan het grondhecht privacy. En dat het belangrijk is om het te regelen, wordt ook duidelijk gemaakt. Op 29 augustus 2017 heeft de autoriteit persoonsgegevens nog beleidsregels bekendgemaakt. Daar staan deze uitgangspunten inderdaad precies in.
En in die uitgangspunten is ook opgenomen dat inderdaad er toestemming gevraagd moet worden. U moet uitleggen waarvoor u de foto's gaat gebruiken. Bijvoorbeeld om ouders te informeren over leuke activiteiten op school. En u moet er ook in uitleggen wat het doel is en waar u ze gaat plaatsen. Op het moment dat u foto's op een website wil zetten, kunt u er ook beter over nadenken of het misschien een beveiligde website moet zijn. Er zijn tegenwoordig ook een aantal apps, inderdaad, waarin foto's in een besloten kring met alleen de klas gedeeld kunnen worden. Dat is een praktische invulling en een praktische werkwijze. En het voorkomt dat foto's, vaak tientallen foto's, zomaar op straat liggen. Want niet alleen de ouders krijgen foto's te zien, er zijn ook andere mensen geïnteresseerd. En dan, om het even als stereotype te mogen neerzetten, de mannen in lange hegenjassen vinden de foto's van het waterfeest op het schoolplein ook altijd heel erg leuk. Daar moet u als school ook over nadenken. En er worden ook vragen gesteld, wat moet ik dan regelen met ouders? Er zijn bijvoorbeeld ook ouders die helpen op school, die meegaan op een schoolreis. Moet je dan ook wat regelen? Nou, en wat we dan zien is inderdaad dat als je als school ouders vraagt om mee te gaan met een schoolreis, dan maak je een afspraak dat om 1:30 de patat in het restaurant geserveerd wordt en dat om 4:15 er verzameld moet worden omdat de bus om 4:00 vertrekt. Dat is een normale afspraak. En daar hoort tegenwoordig ook bij dat u best met ouders mag afspreken dat ze terughoudend zijn met het maken van foto's. Dat u verwacht van ouders dat zij foto's niet publiek delen op internet. U kunt daar best instructies over geven. En ook daar zien we een leuk voorbeeld. Ik heb gehoord dat er een school is die dus ook inderdaad de ouders stimuleert om foto's te maken, maar deel de foto's met de eigen groepsleerkracht. Dan kan de leerkracht een leuke selectie maken, een leuke indruk geven van de schoolreis. En dan kan de school bepalen welke foto's geschikt zijn om te delen. Sterker nog, dan kan de school inderdaad de foto's eruit halen van de kinderen van wie het niet de bedoeling is dat zij inderdaad op de foto gezet worden en dat die foto's gedeeld worden. Praktische oplossingen zoeken zijn mogelijk binnen en met het uitgangspunt van het mensenrecht privacy. En als het misgaat, dan gaat het ook vaak snel mis. Kijk bijvoorbeeld naar de media. Het voorbeeld van de school. De leerlingen hebben het netwerk gehackt, het netwerk ligt plat en de school heeft besloten om de leerlingen die middag naar huis te sturen. Omdat er geen internet is. En ja, en dan zie je dat dit soort berichten vrij snel worden opgepakt door de media. En dat niet alleen, scholen plaatsen ook zelf van alles op internet. Bericht, juf Denise, groep 4, heeft een dochter gekregen, een wolk van een dochter, ontzettend leuk. Maar is het nodig om op een publieke, openbare website te melden wat het adres van de juf is? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Wees er terughoudend in en denk er goed over na. Ook hier zijn er weer alternatieven. De kaartjes voor juf Denise kunnen bij de directeur worden gegeven en die zorgt dat ze bij juf Denise worden afgeleverd. En ja, het hacken. Voor u het weet, staat ook u op internet. Dit is het voorbeeld van een school, Spieringshoek in Schiedam, is gehackt. En sterker nog, hij is gehackt door leerlingen. Want het bleek mogelijk om de server van de school te hacken met een simpele hackpoging. Echt, het hacken was hier kinderspel. Er waren interviews op het schoolplein gehouden en er waren leerlingen die zeiden, oh, ik wist het al jaren. Maar ja, ik heb het niet gedaan. Maar er zijn wel een aantal leerlingen die dat wel hebben gedaan en die zijn eens gaan zoeken op de server. En wat kwamen ze tegen? Een bestand. Niet beveiligd, niet vergrendeld. En u haat het al, toen het bestand geopend werd, stond in dat bestand een heel mooi rijtje met inlognamen en wachtwoorden. En ja, daar kunnen we misschien wel wat van vinden. En daar kunt u misschien van zeggen, goh, wat stom. Maar deze school is niet de enige die dat doet. Als u het belangrijk vindt om ergens centraal wachtwoorden op te slaan, gebruik er dan ook veilige middelen voor. Er zijn tegenwoordig hele goede appjes om wachtwoorden te kunnen beheren, te kunnen opslaan. Maak daar dan ook alsjeblieft gebruik van. Dit moet nog wel eens denken aan internetbankieren. U zit op de computer, u bent ingelogd en u heeft misschien een wachtwoord moeten gebruiken om een computer te ontgrendelen. Maar als u straks gaat internetbankieren, dan gebruikt u een wachtwoord, toch? En dat wachtwoord, heeft u dat opgeschreven op een briefje en heeft u dat briefje in uw telefoonhoesje geschoven? Als ik dat vraag aan mensen die ik spreek, dan zegt iedereen nee, natuurlijk niet. Dan denk ik, u kunt dus wel veilig omgaan met wachtwoorden. Zullen we dat dan ook doen met de wachtwoorden die we op school gebruiken? Zullen we dan de wachtwoorden van school dus ook netjes bewaren en niet opschrijven op een briefje en in de telefoon doen? Voor u het weet, is uw school genoemd in de volgende kop van een landelijk dagblad. En nog een voorbeeld, WhatsApp. Ik zou zeggen, lees gerust even de tekst door, dan snapt u waar het over gaat. Dit is een WhatsApp-groep van een juf die per ongeluk iets in de verkeerde WhatsApp-groep plaatst. Maar hoe gaat u om op school met WhatsApp? Zijn er afspraken over gemaakt? Heeft de directie instructies gegeven?
Want we kunnen heel veel met WhatsApp, maar als de leerlingen één op één met de docent gaan appen, wat is dan de bedoeling? Wat zijn daar de afspraken over? Zo hoorde ik ooit een keer een verhaal van een docent die inderdaad een leerling begeleidde via de WhatsApp. 'S Avonds vond het meisje het lastig om aan het huiswerk te gaan en de docent nog even, 'S avonds 7:00, gaat het goed met je huiswerk? Vergeet je niet, morgen een toets. Dat was hartstikke goed, maar op een gegeven moment, het meisje gaat om 22:30 naar bed en wat rust de meester? Is dat nog wat we goed vinden? En als we dan doordenken, dan zou je zeggen, houdt het daarop? Nee, want hij houdt dit voorbeeld niet op. Want deze docent besprak het dus een keer met zijn teamleider over hoe die toch goed bezig was met het begeleiden van zijn leerlingen. De teamleider zei het een keer tegen de directeur en de directeur noemde het een keer bij de vertrouwenspersoon. En de reactie van de vertrouwenspersoon was, oh wacht even, dit is niet goed. En de vertrouwenspersoon die haalde aan om aangifte te gaan doen bij de jeugd- en zedenpolitie. Nu denkt u misschien, wat een onzin. Jeugd- en zedenpolitie, er is toch niks misgegaan. De directeur zei ook, voor deze man steek ik mijn hand in het vuur. Deze docent is eerlijk en integer. Maar ja, op dat moment zei de vertrouwenspersoon, ik wil wel dat je aangifte doet, want als jij het niet doet, dan ga ik het doen. En inderdaad, deze docent is uitgenodigd voor een gesprek bij de politie. Hij heeft zijn telefoon vrijwillig gegeven en daar was gelukkig niks geks gebeurd. Maar dat wil je toch wel voorkomen als school. Je wil voorkomen dat je door dit soort zaken overvallen wordt. En dat betekent dat je dus van tevoren heel goed moet nadenken hoe je dit soort middelen wil gaan inzetten. Er zijn ook scholen die zeggen, we gebruiken geen WhatsApp, maar we gebruiken bijvoorbeeld de mail of een ander communicatiemiddel dat door de school gecontroleerd wordt. De server staat op school of is door de school geregeld, zodat de school altijd kan zien wat er gebeurt. Of je spreekt af dat inderdaad begeleiding van leerlingen nooit één op één kan zijn, maar dat er altijd vier ogen zijn. Zoals bijvoorbeeld bij dat meisje wat toch extra begeleid moet worden, dat er een tweede docent in de appgroep meekijkt. Geen garantie, maar een kleine moeite om misverstanden toch te voorkomen. En als we het hebben over persoonsgegevens, vind ik het altijd even prettig om toch te zeggen, wat zijn nou die uitgangspunten? Waar gaat privacy over? Nou, privacy gaat over persoonsgegevens. He, dat is een leeftijd, dat is een e-mailadres, dat kan een foto zijn, BSN-nummer. Alles is te herleiden tot een natuurlijk persoon. Het is direct herleidbaar of indirect herleidbaar. Een leuk voorbeeld is het gegeven van 14 jaar een persoonsgegeven. Dat antwoord kunt u alleen beantwoorden als u de context ook kent. Want we hebben het over een 14-jarige asielzoeker die op een basisschool is geplaatst. En omdat de leerling nog een taalachterstand heeft, is hij toch nog in groep 8 geplaatst. En dat betekent dat als we het over die klas hebben, over die groep 8, en dan zeggen we die 14-jarige leerling, dan hoeven we de naam niet te kennen. We weten precies over wie we het hebben. Over die ene specifieke leerling. Dat betekent dat het goed is om te beseffen waar we het over hebben. En als ik zie dat dat persoonsgegeven nu het uitgangspunt is in de WBP, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, dan komt die ook weer terug in de AVG. Daar verandert helemaal niks om. En het gaat altijd over persoonsgegevens van personen. En die personen die noemen we betrokkenen. En dat zijn leerlingen, ouders, studenten, medewerkers. Dat zijn de personen over wie het gaat. Dat zijn de personen die betrokken zijn. En de wet wijst iemand aan die hiervoor verantwoordelijk is. Nou, en het grappige is, wie is dan verantwoordelijk? Nou, de wet zegt, de verantwoordelijke is verantwoordelijk. Nou, in de AVG gaan we die verantwoordelijke straks verwerkingsverantwoordelijke noemen. Dat heeft ermee te maken dat alles wat we met persoonsgegevens doen straks verwerken noemen. Dus het kopiëren, het verwijderen, het invoeren van gegevens of het delen, het versturen van gegevens, dat heeft allemaal met privacy te maken. En dat noemen we allemaal verwerken. Vandaar dat we het erover hebben dat het een verwerkingsverantwoordelijke is. En wie is dat dan in het onderwijs? Heel eenvoudig. De bestuurder. Het bevoegd gezag is volgens de wet de verantwoordelijke voor de gegevens. En dat is dus een echte bestuurdersverantwoordelijkheid. Dat betekent dat de bestuurder privacy moet regelen. En doet hij dat niet, dan verzaakt hij dus een hele belangrijke taak als bestuurder. En waar moet je dan verder aan denken? Nou ja, op het moment dat de gegevens de school verlaten, dan moet je daar ook afspraken over maken. Vroeger stond de computer nog onder het bureau van de directeur en met een aantal UTP-kabeltjes via het systeemplafond naar de lokale. Maar tegenwoordig staat die data allemaal in de cloud bij een leverancier. En die leverancier noemen we tegenwoordig bewerker. Dat is iemand die gegevens bewerkt. Of straks, vanaf de AVG, noemen we dat een verwerker. En die moet afspraken maken, omdat de data niet meer bij u staat, maar bij iemand anders. En die leerlinggegevens, daar moeten we dus ook een afspraak over maken en vastleggen in een overeenkomst. En ja, die overeenkomst noemen we dus ook een verwerkersovereenkomst. Misschien niet al te eenvoudig, maar dit zijn wel de basisbegrippen
die je moet weten als u te maken krijgt met privacy. Basisbegrippen die dus nu al in de wet zitten en ook straks onder de AVG gewoon terugkomen. Betrokkenen, verantwoordelijke, bewerker. We hebben verder nog te maken inderdaad met de wet bescherming persoonsgegevens. En de wet bescherming persoonsgegevens die kent inderdaad nu een aantal vuistregels. En die vuistregels komen ook in de AVG weer terug. En dat wil zeggen dat als u aan de slag gaat met persoonsgegevens, dan gaat u alleen gegevens gebruiken waarvoor u een doel heeft bepaald. Want zegt de wet, de WBP en de AVG, u mag die gegevens alleen voor dat doel gebruiken wat u van tevoren heeft vastgesteld. U moet de gegevens gebruiken op een wettelijke grond. Nou, dat noemen we een grondslag. En een grondslag, dat wil zeggen, u heeft toestemming, er is een overeenkomst, of bijvoorbeeld de school heeft een wettelijke taak, een publiekrechtelijke taak. En dat zijn dus gronden op basis waarvan u gegevens mag gebruiken. Daarnaast geldt de derde vuistregel. De derde vuistregel die houdt in dat u dus niet meer gegevens gebruikt dan nodig om het doel wat u heeft vastgesteld te gaan halen. Dus dataminimalisatie houdt in dat u niet meer gegevens gebruikt dan strikt noodzakelijk. Er komen een paar vragen hierover binnen. Ik maak even de vragen over dataminimalisatie af. Als het gaat om die dataminimalisatie, dan zou ik u ook een tip willen geven. Je gebruikt alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor je doel. En wat is dan je doel? Nou ja, als u iemand hoort zeggen dat het handig is om iets te vragen, dat het handig is om iets te weten, dan is eigenlijk de tip: handig en privacy gaan niet samen. U heeft het strikt noodzakelijk nodig of niet. En handig hoort er niet bij. Ik zie inderdaad een vraag gesteld worden. Is e-mail inderdaad ook nog een belangrijk, een veilig communicatiemiddel? Dat is een vraag, daar zal mijn collega straks naar de pauze op ingaan. E-mail is misschien inderdaad niet zo'n veilig middel om gegevens uit te gaan wisselen. En een andere vraag is, hoe kan ik dossiergegevens veilig delen met andere scholen? Inderdaad, gaat er ook weer over. Mijn collega die komt er straks nog op terug. En als ik dan heb, we hebben drie vuistregels besproken en de vierde vuistregel is transparantie. Transparantie wil zeggen dat u altijd duidelijk bent over wat u met gegevens doet. En dat wil zeggen duidelijk aan ouders. U legt ouders ongevraagd uit hoe u omgaat met de privacy van hun leerlingen. U legt ouders ongevraagd uit wat u heeft geregeld, wat de rechten zijn van ouders en van leerlingen. U heeft niks te verbergen, want u heeft eigenlijk de gegevens van de leerlingen te leen. Het zijn niet uw gegevens, maar de gegevens van een ander. En dat betekent dat we, als we die gegevens gebruiken en daarmee omgaan, hebben we ook te maken met de vijfde vuistregel. En de vijfde vuistregel is data-integriteit. Dat betekent dat u altijd integer met gegevens om moet gaan. Als iemand Peter Jansen heet, dat betekent dat u die persoon ook invoert als Peter Jansen en niet Petra Jansen. Dat betekent ook dat gegevens beschikbaar moeten zijn. U mag inderdaad gegevens niet zomaar verliezen. U moet zorgen dat de gegevens netjes opgeborgen blijven. En als ik dan kijk naar hoe de autoriteit persoonsgegevens eigenlijk naar privacy in het onderwijs kijkt, dan hebben we op 11 oktober van het jaar een congres gehad. En daar was meneer Tomese, de vicevoorzitter van de autoriteit persoonsgegevens, aanwezig. De autoriteit persoonsgegevens is de toezichthouder voor privacy in Nederland. Meneer Tomese heeft een aantal dingen gezegd. Die wil ik toch nog even met u doornemen. Een belangrijk uitgangspunt is wat hij zei, is dat de autoriteit terughoudend zal zijn. Hij zal niet de zweep over het onderwijs gooien de komende 1 tot 2 jaar. Het onderwijs krijgt de gelegenheid om inderdaad de komende jaren toch orde op zaken te stellen. En je moet er echt een potje van maken om een boete te krijgen. Dat wil zeggen dat u niet achterover kunt leunen. U moet echt aan de slag. U moet privacy hegelen. Maar er wordt wel rekening gehouden met dat onderwijs draait om onderwijs geven. En onderwijs draait niet alleen over privacy. Een belangrijk aspect is accountability. U moet uitleggen waarvoor u gegevens gebruikt, maar u moet ook uitleggen wat u wel of niet gaat regelen. U moet uitleggen waar u wel of niet aan voldoet. Dat noemen we accountability. En ons advies is altijd, leg dus ook vast, als u die toestemming voor die foto's niet midden in het schooljaar wil gaan regelen, maar op 1 september op orde wil gaan krijgen, leg dat dan vast. Dan kunt u dat aan een MR uitleggen, maar ook aan een toezichthouder, mocht er ooit een vraag over komen. Belangrijk onderdeel is ook dat u aantoonbaar in control bent. U moet altijd de controle kunnen houden en u moet kunnen aantonen en altijd weten dat de zaken goed op orde zijn. Beter iets dan niets geregeld. Een voorbeeld is zo'n bewerkersovereenkomst. Ik heb uitgelegd, we zijn nu bezig om die bewerkersovereenkomst, verwerkersovereenkomst, de afspraken met de leverancier, om die aan te passen
aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En dat betekent dat als u vandaag een contract sluit, dat die misschien nog niet helemaal voldoet aan die nieuwe AVG. Dat is dus niet zo erg, want u heeft een contract gesloten wat wel aan de huidige wet voldoet. En dat wil dus ook zeggen dat u daar ook de tijd voor krijgt om die contracten aan te passen. Dus u hoeft niet op 26 mei, als die Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking is getreden, direct uw contractenkast in. U moet er wel aan denken en gefaseerd kunt u de contracten gaan vernieuwen. Beter iets geregeld dan helemaal niets geregeld. Ga niet wachten tot het u overkomt. Een ander belangrijk aspect is dat inderdaad scholen moeten autoriseren, loggen en controleren. Dat is een belangrijke aanwijzing en dat heeft de autoriteit een aantal malen herhaald. Dat wil zeggen dat u goed moet regelen welke personen toegang hebben tot welke informatie in de systemen. Een docent mag niet meer zomaar toegang krijgen tot alle leerlingen van de hele school. Er moet goed over nagedacht worden waarom die docent toegang moet hebben tot alle gegevens. Waarom een intern begeleider of een zorgcoördinator de dossiers van alle leerlingen moet zien. Dat moet u kunnen onderbouwen en die rechter moet u dus ook regelen. Want misschien, als we het hebben over middelbare school, hoeft een docent aardrijkskunde niet de cijfers te zien van wiskunde. Maar als deze docent aardrijkskunde mentor is, is het natuurlijk wel weer handig. Dus u moet voor iedere categorie, iedere functie bedenken wie bij welke gegevens moet. En dat moet u ook loggen. Dat moet in de systemen worden vastgelegd. En dat loggen moet u ook controleren. U moet regelmatig kijken of de juiste mensen nog steeds tot de juiste informatie toegang hebben. En ik hoor en ik zie u nu vragen, maar mijn leverancier heeft dat nog niet op orde. Dat is inderdaad een uitdaging. En dat zijn wel de gesprekken die we de komende tijd gaan voeren met de leveranciers. Want die systemen die u gebruikt, moet het wel kunnen onderbouwen. Autoriseren, loggen en controleren. En een belangrijke tip, een uitgangspunt wat je zei, zorg dat je bestuurder uitdraagt dat privacy belangrijk is. Op het moment dat u privacy wil gaan regelen, dan moet uw bestuurder erachter staan. En als bestuurder sta je ervoor dat privacy ook voor jou belangrijk is. En dat moet je uitdragen. En je vertelt aan iedereen, ouders, medewerkers, leerlingen, hoe je omgaat met hun privacy. Ik zie nog een vraag binnenkomen, hè, of ouders toestemming moeten geven als de leerling 16 of 18 jaar is. Nou, in het privacyrecht kennen we eigenlijk alleen de leeftijdsgrens van 16 jaar. 18 jaar is voor privacy niet zo erg belangrijk. Op het moment dat een leerling 16 jaar is, dan moet een leerling zelf over zijn privacy gaan beslissen. Dus als u toestemming gaat vragen om foto's te gebruiken van een 16-jarige leerling, dan moet volgens die wetgeving de 16-jarige leerling daar zelf over beslissen. En niet zijn ouders. En totdat een leerling 16 jaar is, beslissen zijn ouders daarover. En dat betekent dus eigenlijk, de bestuurder, de schoolbestuurder is verantwoordelijk om informatiebeveiliging en privacy te gaan regelen. Je moet zorgen dat het op orde is. En wat zijn nou je doelen en de zaken die daarvoor belangrijk zijn? Eigenlijk zijn voor een bestuurder maar twee zaken belangrijk. Namelijk 1, privacy moet gegarandeerd zijn. De privacy van leerlingen, ouders en medewerkers moet geregeld zijn. En voor de informatiebeveiliging, onderwijs moet ook altijd door kunnen gaan. En onderwijs moet door kunnen gaan, dat wil zeggen, u moet zorgen dat uw netwerk niet zomaar gehackt kan worden. Dat als de server uitvalt, dat gegevens misschien beschikbaar zijn of dat u backups heeft. Dat zijn zaken die ook geregeld moeten zijn. En als u dat gaat regelen, dan moet u ook nog eens rekening houden met een aantal belangrijke kaders. En de kaders inderdaad die we daarbij hebben, dat is bijvoorbeeld de wet bescherming persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming of inderdaad een stukje onderwijswetgeving. In onderwijswetten staan ook heel veel zaken genoemd. Daar moet u rekening mee houden en dat niet alleen. U heeft ook te maken met de ISO 27001 en 2. Nou, de ISO-normen, dat zijn informatiebeveiligingsnormen die internationaal als standaard geaccepteerd zijn. En dat betekent inderdaad dat zaken zijn die u op orde moet krijgen. Die informatiebeveiligingsnormen gelden ook voor u als school, want het is een internationale standaard. En hoe moet u dat in vredesnaam gaan regelen? Dat is een vraag waar we ons al een aantal jaren mee bezighouden. En we hebben daar ook wat voor ontwikkeld. We willen u daarbij helpen om te zorgen dat zaken makkelijk te regelen zijn. En ik zou mijn collega willen vragen om eigenlijk u daar verder in mee te nemen. Ik wil graag het woord geven aan Axel Eysens. Hallo. Dat privacy belangrijk is, dat staat nu buiten kijf. Maar de vraag is, hoe willen we dat nu samen oppakken? Want we zijn ook op zoek naar een veilige en betrouwbare onderwijsketen. Het onderwijs is heel belangrijk en daarom moeten de persoonsgegevens beschermd worden. Maar het onderwijs moet ook altijd door kunnen gaan. En zoals u op de slide ziet, speelt er de school en de informatiesystemen van de school die staan niet meer onder het bureau van de directeur, maar die zijn verspreid over de wereld. Uw leerlingadministratiesysteem wordt ergens anders gehost. U heeft vast wel ergens een website staan.
En u maakt gebruik van digitale leermiddelen. En u wisselt gegevens uit met de overheid. En u moet als bestuurder ervoor zorgen dat niet alleen de gegevens op school veilig zijn en dat het onderwijs altijd door kan gaan, maar dat het ook zo is bij al die andere partijen. En om dat voor u als bestuurder mogelijk te maken, om in dit complexe veld het overzicht te behouden, dat alles veilig en veilig genoeg is, hebben wij een aanpak ontwikkeld. En informatiebeveiliging en privacy oppakken, lijkt een beetje op het ontwarren van zo'n kluwe die u wel eens in een garage vindt. Want er speelt heel veel en alles hangt met elkaar samen. En waar moet je dan beginnen? Sowieso moet u rustig blijven en stap voor stap vooruit gaan. Wij proberen u met die stappen te helpen, zodat u rustig goed vooruit kunt gaan. En besef ook dat het niet in één keer af hoeft. Informatiebeveiliging en privacy zijn eigenlijk nooit af. En het is eigenlijk wel heel veel werk, maar als u daar een goed begin mee maakt, dan is dat goede begin het halve werk. Er zijn twee dingen op hoofdlijn die u als bestuurder, als school moet doen. U moet afspraak maken binnen en rondom de school. En u moet vaststellen dat de juiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Nou, het maken van afspraken, dat is de bestuurder al gewend door het schrijven van een aantal beleidsstukken. En het treffen van de juiste beveiligingsmaatregelen, dat doet als het goed is al een ICT-coördinator voor u op school. En soms zijn het ook juristen die de maatregelen treffen in contracten. Nou, wat moeten zij dan allemaal doen? Dat hebben wij voor u op een rij gezet in de aanpak IBP. Die kunt u vinden op kn.nu/IBP-onderwijs. En deze helpt u stap voor stap naar die mythische einddatum van 25 mei 2018. Want u zou dan in principe al klaar moeten zijn. Maar zoals we in de aanpak ook uitleggen, is het al heel goed wanneer u een basis heeft neergelegd op 25 mei 2018 en dat u in de jaren daarna met continue verbetering de overige maatregelen implementeert. Nou, hoe ziet die aanpak er dan uit? Dat begint met een stukje organiseren. Dat gaat om het schrijven van een beleid waarin staat dat privacy en informatiebeveiliging belangrijk zijn en wie dat bij u op school regelt. De tweede stap, en dat is een hele grote stap, dat is realiseren. En daarin staan allemaal maatregelen en processen die wij met een aantal scholen op een rij hebben gezet als wat wij nu beschouwen de best practices van informatiebeveiliging en privacy. Hier vindt u duidelijke voorbeelden, procedures en templates die u voor uw eigen school kunt aanpassen naar uw eigen situatie. De derde stap is communiceren, want dingen op papier zijn geduldig. Maar pas wanneer u het met uw medewerkers erover hebt en een discussie heeft over het wel en wee van persoonsgegevens en de maatregelen die u treft, dan gaat het onderwerp pas echt leven. Vandaag in deze webinar willen wij u graag in vogelvlucht door deze aanpak nemen. En ik had net al een vraag binnengekregen waarin stond van staan alle maatregelen in een aparte vinkenlijst die makkelijk is na te gaan door de bestuurder. Nou, die vinkenlijst die hebben we nog niet gemaakt. Maar de aanpak geeft wel een handig overzicht waarmee ook een bestuurder makkelijk kan nagaan of de juiste maatregelen worden getroffen op school. De eerste stap, het maken van de afspraken, het organiseren van een beleid. In het beleid beschrijft u de uitgangspunten van uw school. Uw school moet niet alleen veiligheid uitstralen en privacy waarborgen, maar u heeft misschien een onderwijsvorm die voor dit onderwerp relevant is. U stelt ook duidelijke doelen vast. Nou, twee belangrijke doelen die we u kunnen voorschotelen zijn de persoonsgegevens van medewerkers en leerlingen moeten beschermd worden en het onderwijs moet altijd door kunnen gaan. Vervolgens kunt u beschrijven aan de hand van bepaalde rollen wie er in uw school waarvoor verantwoordelijk is. Het is vaak een bestuurder die het beleid schrijft en dingen goedkeurt en eindverantwoordelijk is. En het is nog vaker een ICT-coördinator die zorgt dat alle technische dingen in de systemen goed geregeld zijn. En een jurist die alles waarborgt in contracten met leveranciers. Op de aanpak vindt u een voorbeeld van een beleidsplan. En we hebben daar twee varianten van. Een wat meer formele versie voor de scholen die graag formele beleidsstukken schrijven. En een wat meer informele versie die gericht is op communicatie richting medewerkers. En bijvoorbeeld ook ouders die geïnteresseerd zijn in hoe u omgaat met IBP op school. En dat beleid, dat is eigenlijk ook nooit af. Het zou goed zijn als u elk jaar kijkt naar uw beleid om te kijken of het nog up-to-date is.
Zo passen wij nu op dit moment de templates ook aan naar de nieuwe AVG en de belangrijke uitgangspunten die daarin zijn. Die twee belangrijke uitgangspunten die zijn privacy by design en privacy by default. Er zijn hele technische uitleggen die uitleggen wat dit is. Maar de meest makkelijke manier om dit te onthouden is dat u bij privacy by design vooraf nadenkt over hoe u de privacy gaat waarborgen. Dus voordat u met een nieuwe leverancier in zee gaat of voordat u een nieuwe manier van verwerken gaat toepassen. En privacy by default, dat betekent eigenlijk dat alle rechten per definitie uitstaan. U geeft niet een medewerker gelijk toegang tot alle gegevens in het systeem, maar u gaat wat gerichter te werk en u zorgt dat de medewerker alleen maar bij die gegevens kan die hij of zij voor haar werk nodig heeft. Stap 2 is het realiseren. Zoals al aangaven zijn dat heel veel maatregelen die u kunt treffen. Maar we hebben hier eigenlijk de 4 stappen op hoofdlijnen uitgelegd. Waarmee u in ieder geval ook aan de documentatieplicht van de AVG voldoet. Want volgens de AVG moet u vooral vastleggen over hoe u omgaat met IBP. Zodat u dat ook objectief kan aantonen. Het mondeling afspreken is eigenlijk niet voldoende. U moet elk jaar, en voor de veilige systemen moet u dat wat vaker doen, in kaart brengen wat de grootste risico's zijn voor uw school. U moet op een rij zetten welke persoonsgegevens u verwerkt en in welke systemen u dat doet. En u moet bepalen welke van die systemen een hoog risico hebben. En dat zijn bijvoorbeeld systemen waarin bijzondere gegevens staan van leerlingen, bijvoorbeeld zorggegevens. En voor al die systemen moet u nagaan dat de juiste maatregelen zijn getroffen. En dat kan bijvoorbeeld met een privacy impact assessment. Maar laten we beginnen met het in kaart brengen van de risico's. In de aanpak leggen we ook uit hoe u een risicoanalyse moet uitvoeren. Dit is iets wat u zelf kunt doen. Of u kunt een partij vragen om dit voor u te doen. Wat wij in de afgelopen 2 jaar hebben gezien is dat een partij daar ongeveer 10.000 euro voor vraagt. Maar dan krijgt u ook wel heel erg professionele begeleiding erbij. En misschien is dat wel het idee om te doen voor uw volgende risicoanalyse. Maar u kunt heel vaak al uit de voeten met de aanpak die u zelf misschien al heeft voor de risico-inventarisatie en evaluatie. Of de risico-inventarisatie die u doet voor de Arbo-wetgeving. Want die lijken wel heel erg op elkaar. Want wat doet u bij een risicoanalyse voor IBP? U stelt zich de simpele vraag, welke persoonsgegevens hebben we? Wie spelen er daarbij een rol? De bestuurder, die is eindverantwoordelijk. De leerlingen, want over hun gegevens gaat het, maar u heeft ook persoonsgegevens van medewerkers. En met wie wisselt u die gegevens uit? U krijgt leerlinggegevens van de ouders, dus dat zijn belangrijke partijen. U wisselt ze ook uit met leveranciers, de magisters, Parnassussen en andere systemen in de onderwijsketen. Maar ook met instanties zoals jeugdzorg en Duo. En wat zijn dan die persoonsgegevens? Nou, dat kan van alles zijn. Van foto's tot beeld- en geluidsopnames, van wachtwoorden tot NAW-gegevens. En het is heel goed om met elkaar tijdens de risicoanalyse dit plaatje wat nader in te vullen, zodat u in ieder geval met concrete voorbeelden kan kijken van wat kan er dan allemaal misgaan. Want er zijn heel veel voorbeelden die docenten bijvoorbeeld al uit de praktijk halen, waarin ze zeggen dat in principe elke leraar bij alle leerlinggegevens kan in het leerlingadministratiesysteem, wat in principe niet de bedoeling is. Maar hoe weet u dan ook dat het veilig is? U weet inmiddels om welke gegevens het gaat. U weet als het goed is ook wie er bij deze gegevens mag. En u weet dat er minimale maatregelen zijn getroffen. En als bestuurder wilt u dat eenvoudig kunnen zien. Het weten wie er bij welke gegevens mag, dat is een vraag die wij heel vaak binnenkrijgen. Dat is bij sommige systemen is dat heel goed te regelen en bij sommige systemen niet. Heel vaak is dat ook al bekend, vooral door contact met de sectorraden. En door contact met de sectorraden op te nemen kunt u eigenlijk ook wat meer invloed uitoefenen op de leverancier. Want als bestuurder moet u ervoor zorgen dat medewerkers niet zomaar overal bij kunnen. Maar als de leverancier die dat niet kan bewerkstelligen, dan zit u alsnog in de piepzak als de autoriteit persoonsgegevens bij u op de stoep staat. Wat u het beste dan kan doen is contact opnemen met de sectorraden. En zodra de leverancier aangeeft dat ze dat binnen een half jaar of een jaar kunnen regelen, zult u voor de tussentijd moeten kijken van hoe u dan met die brede autorisatie van medewerkers omgaat.
Dat kan bijvoorbeeld door in die systemen wat meer te loggen over tot welke gegevens de medewerkers toegang hebben. Want op die manier kunt u controleren dat de docenten alleen maar bij de persoonsgegevens van hun eigen klas komen. Er was eerder ook nog een vraag over het gebruik van e-mail voor het uitwisselen van gegevens. En ook daarbij stelt u ook zichzelf de vraag van hoe weet ik dat het veilig is. E-mail wordt vaak gezien als een onveilig communicatiemiddel, omdat u niet kunt waarborgen dat tussen het verzenden en het ontvangen niet onbevoegde personen bij de e-mail kunnen. Er zijn oplossingen die de e-mail versleutelen, zodat niemand in die tussentijd erbij kan. Maar je kunt ook denken aan een oplossing zoals een document management systeem, zoals een SharePoint of een Google Drive for Education. Want daar kunt u heel eenvoudig aangeven wie er bij die gegevens mag en kunt u zorgen dat alleen maar de partij die het hoort ontvangen, dat die door middel van die inlog ook daadwerkelijk die partij is. Zoals we al eerder zeiden, hebben we de voorbeelden van de te nemen maatregelen in de aanpak online gezet. En dat zijn er echt heel veel. En wij worden daarbij ook geholpen door scholen die zelf met bijvoorbeeld een voorbeeld van een wachtwoordbeleid komen en vragen wat wij ervan vinden. En via die vraag en via die input willen we die ook opnemen in de aanpak. Zodat scholen ook elkaar kunnen helpen met het produceren van de juiste maatregelen en de juiste stukken. Maar daarbuiten zitten de sectorraden en Kennisnet ook niet stil. Want we weten ook dat u heel veel afspraken moet maken met leveranciers. En dat het regelen van alle verwerkersovereenkomsten en het toetsen van de veiligheid van de maatregelen, dat het eigenlijk heel veel werk is. Een van de dingen die we daarvoor hebben ontwikkeld is het Privacy Convenant. In het Privacy Convenant zijn alle grote leveranciers en ook een aantal kleinere leveranciers samen gaan zitten om te kijken, kunnen we niet eenduidig goede afspraken maken over privacy. En dat hebben we gedaan. Het Privacy Convenant bestaat nu al een aantal jaar en er zijn inmiddels 190 en meer leveranciers bij aangesloten. Dus als de autoriteit persoonsgegevens vandaag aan u vraagt, heeft u de veiligheid van uw leveranciers gecontroleerd? Dan kunt u zeggen, ja hoor, want ik ging naar privacyconvenant.nl en daar stond mijn leverancier in die lijst. En op basis daarvan ga ik er nu van uit dat het veilig is. Voor 25 mei 2018 kunt u prima daar mee uit de voeten. Maar na 25 mei 2018 zult u toch nog een extra vraag moeten stellen aan de leverancier zelf. Welke beveiligingsmaatregelen heeft u dan getroffen? Ook daarvoor hebben de PO-raad, VO-raad en Kennisnet wat ontwikkeld, namelijk het certificeringsschema. En het certificeringsschema zorgt ervoor dat de leverancier een eenvoudige rapportage kan maken, zoals op het plaatje een soort van vinkenlijst, waarmee je door de oogharen kunt zien dat de meeste maatregelen die we hebben opgesteld op het gebied van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid ook daadwerkelijk zijn getroffen. En deze rapportage die geeft daarmee invulling aan de documentatieplicht van de AVG. Namelijk het vastleggen dat u daadwerkelijk heeft gekeken naar heeft mijn leverancier de juiste maatregelen getroffen. Als u dus het beleid heeft geschreven en u heeft georganiseerd hoe u IBP aanpakt en u heeft al een aardig deel van de maatregelen getroffen, dan is het belangrijk dat u het ook daarover hebt met medewerkers. Soms worden medewerkers heel beperkt door beveiligingsmaatregelen en gaan ze omwegen zoeken. En het is belangrijk om dat soort signalen op te vangen en om dan met de medewerkers in gesprek te gaan over hoe je hen kan faciliteren in het werk. Want voor sommige mensen is het heel belangrijk dat ze juist persoonsgegevens uitwisselen. En als u ze de gemakkelijke variant die onveilig is, namelijk e-mail ontneemt, dan is het wel fijn als uw medewerker met een ander systeem heel gemakkelijk toch de gegevens kan uitwisselen met de juiste andere partijen. Omdat dat natuurlijk de primaire taak is van uw medewerkers. U kunt ook een presentatie geven over bewustwording. Er zijn ook bewustwordingscampagnes die u kunt voeren met posters en met leuke snufjes. En ook daarvan hebben wij heel veel voorbeelden al in de aanpak opgenomen. We krijgen ook op ons helpdesk ipp@kennisnet.nl heel veel voorbeelden binnen en die proberen we dan ook allemaal op te nemen in de aanpak.
Deze maand bijvoorbeeld hangen deze security awareness posters bij Kennisnet om deze maand de mensen toch even bewust te maken van het onderwerp privacy, van datalekken en hoe ze moeten voorkomen dat er persoonsgegevens worden gelekt. Een andere manier, dat zijn checklistjes of makkelijke ezelsbruggetjes, zoals bijvoorbeeld deze 6 keer zorgvuldig. Waarmee je mensen eraan kan herinneren dat ze hun scherm moeten lokken, niet zomaar op links in de mail moeten klikken en dat USB-sticks eigenlijk het nieuwe kwaad zijn. Ik krijg een vraag binnen over hoe je ervoor kan zorgen dat Microsoft of Google niet ongevraagd meekijken als we gebruik maken voor Office 63 voor Education of Google Drive voor Education. Want dat zijn beide partijen die commercieel moeilijk benaderbaar zijn. Dat weten we. Die vraag die hebben we zo vaak gekregen, ook samen met de sectorraden, dat we met de sectorraden het hebben opgepakt om samen met Microsoft, Google en ook Apple te kijken naar hoe kunnen wij er vanuit de sectorraden en Kennisnet de uitspraak doen dat zij de juiste beveiligingsmaatregelen hebben getroffen. Want door onze vraag te bundelen in die partijen hebben zij 1 partij waarmee ze moeten schakelen. En kunnen we die vraag eerder voor u beantwoorden. Dus u kunt dit jaar nog zeggen, we hebben het wel gevraagd, we hebben nog geen antwoord gekregen. Maar als u kunt uitleggen ook dat u nu de vraag bij de sectorraden en kennis hebt neergelegd en dat u wacht op een antwoord, dan heeft u in ieder geval uw goed huisvaderschap uitgevoerd door überhaupt de vraag te stellen. En wij proberen hem voor u zo snel mogelijk in te vullen door met de juristen en andere personen van deze partijen om tafel te gaan. En een uitgangspunt daarbij is dat deze partijen sowieso aan de AVG gaan voldoen, want ze vinden Europa een dusdanig belangrijke markt dat ze daar ook gewoon niet aan kunnen en ook niet willen ontkomen, want ook zij vinden de beveiliging van de persoonsgegevens van leerlingen heel erg belangrijk. En het lijkt eigenlijk allemaal heel erg simpel, die 3 stappen. Organiseren, realiseren, communiceren. En we willen u eigenlijk laten weggaan bij deze webinar met het feit dat dat eigenlijk ook zo is. Want nu in 2017 kijkt u naar de aanpak en ziet u dat u misschien 2 maatregelen heeft getroffen en weet u dat u in 2018 nog wat werk aan de winkel heeft. Maar in 2018 heeft u al een dusdanige basis neergelegd dat u in 2019 denkt van nou laten we dan die andere 30 maatregelen ook maar implementeren, want we hebben het eigenlijk best goed op orde. En wij proberen u daar zoveel mogelijk bij te helpen. Maar let wel, opgeteld is dit wel heel veel werk. Alle maatregelen die in de aanpak staan, die hoeft u niet voor 25 mei 2018 te implementeren. Maar we schatten wel dat de meeste scholen hier toch nog wel zo'n 3 jaar mee bezig zijn. En dan wordt heel vaak de vraag gesteld van hoeveel tijd gaat dit ons kosten? En er was 1 school die ons wel een hele leuke visualisatie gaf, namelijk er eentje van het lanceren van een satelliet. Dat begint eigenlijk met heel veel lawaai en geweld en een commandocentrum vol met mensen. Net zoals met IBP. Het is in het begin belangrijk dat u heel veel werk gaat verzetten en er is er nog heel veel chaos en misschien nog een aantal misverstanden die de wereld uithelpt. En dan kunt u niet anders dan dit gewoon met een aantal mensen goed oppakken, zodat die satelliet buiten de dampkring komt. Maar zodra die buiten de dampkring is, dan klapt u uw zonnepaneeltjes uit en vanaf daar is het gewoon smooth sailing en dan kan een enkele astronaut zorgen dat de rest van de missie wordt voltooid. Nou, een hele leuke anekdote, maar wat betekent dat nou in de praktijk? Ook daar hebben we een inspanning voor gemaakt van hoeveel moeite het eigenlijk gaat kosten om dit vliegwiel op gang te brengen. En net zoals een vliegwiel gaat er in het begin wat meer moeite in zitten. En als het eenmaal draait, dan hoeft er maar af en toe nog maar een zwengeltje aangegeven te worden om het gewoon lekker te laten werken. Voor het eerste half jaar, en dat is vooral voor de partijen die er nu nog niet aan begonnen zijn, is het heel belangrijk dat er 1 persoon zich echt kan toewijden aan het onderwerp IBP. Dat kan een ICT-coördinator zijn, maar ook een jurist. En dat deze persoon 1 à 2 dagen per week krijgt om dit uit te voeren. En die tijd die is er vaak niet, maar deze tijd die is wel nodig om te zorgen dat u in ieder geval op 25 mei 2018 een mooie basis heeft gelegd waar u trots op kan zijn en die u gewoon goed aan de autoriteit persoonsgegevens kunt laten zien. En vergeet dan ook niet uw bestuurder,
de ICT-afdeling en HR en administratie daarin mee te nemen. Want ook die personen die hebben een aantal dingen te doen wanneer het komt op informatiebeveiliging en privacy. Maar het zijn ook vaak die personen die eigenlijk al zien dat er al heel veel maatregelen zijn getroffen. Omdat een HR-afdeling eigenlijk al sinds jaar en dag altijd al bezig was met persoonsgegevens en privacy. En daarna, wanneer het eenmaal loopt, zien we dat de car tracker van IBP, dat hij met een halve dag per week voldoende heeft om de rest van het vliegwiel aan de gang te houden. Dus het klinkt als heel veel werk, het klinkt als heel veel maatregelen, maar door u te begeleiden willen we in ieder geval zorgen dat u niet bang bent voor de grote boze wolf. En in dit geval is dat niet Google, Facebook, Samsung en andere partijen die heel veel gegevens loggen. Maar is het ook de autoriteit persoonsgegevens, de onderwijsinspectie, het ministerie en auditors die tegen u zeggen dat u cybersecurity op orde moet krijgen. Zoals we ook al aangaven, is informatiebeveiliging en privacy is nooit af. En we vinden het ook heel leuk dat sommige scholen nu de aanpak inhalen en vragen stellen waar we nog mee bezig zijn. Zo willen heel veel scholen al hulp met een dataregister, een acceptable use policy, een handreiking voor bewaartermijnen. En hoe ze een privacy impact assessment moeten uitvoeren. Daar zijn we hard mee aan de slag. En op de aanpak kunt u ook vinden wanneer we denken dat die ongeveer af zijn. Sommige zaken zijn voor ons wat makkelijker te regelen en andere zijn moeilijker te regelen. Zo is de handreiking bewaartermijnen een hele uitgebreide juridische oefening, waarbij zowel het ministerie als de autoriteit persoonsgegevens, als Kennisnet en de sectorraden bij zijn betrokken. En wetteksten voor u doorpluizen om voor uw school in één klap duidelijk te krijgen met welke bewaartermijnen u op welke manier rekening moet houden. En omdat het een heel juridisch onderwerp is, moet het wel kloppen voordat we het publiceren. En omdat we met zoveel partijen overleggen, duurt dat helaas wat langer. Maar mocht u zelf input daarvoor hebben, dan kunt u ons die input ook geven. Want heel vaak is het een school die ons ineens op een hele makkelijke eigen gemaakte handleiding wijst, die ons heel veel helpt om dit voor elkaar te krijgen. Daarmee wil ik u bedanken voor uw aandacht voor deze webinar. Er zijn heel veel vragen binnengekomen. Er zijn ook heel veel vragen die we even hebben geparkeerd en die we weer persoonlijk met u opnemen. Heeft u een vraag die nog niet beantwoord is, dan hebben we volgens mij nog even tijd om die te beantwoorden. Heeft u een uitgebreide vraag, dan kunt u die altijd mailen naar de helpdesk IBP. En die kunt u vinden op ibp@kennisnet.nl. En dan gaan Job en ik en mijn collega's gaan uw vraag beantwoorden. En als wij uw vraag beantwoorden, zetten wij het ook het antwoord publiekelijk beschikbaar voor alle scholen op de aanpak IBP kn.nu/ibp-onderwijs. En als u naar die website gaat, dan wordt u met een pragmatische aanpak geholpen om klaar te zijn voor de AVG die op 25 mei 2018 ingaat. Ik zie dat er geen vragen meer zijn, dus ik wil jullie graag bedanken voor de aandacht en namens de sectorraden en Kennisnet u veel succes wensen met het uitvoeren van de aanpak en ook u bedanken voor de hulp die u ons daarbij geeft. Een fijne dag.